vader en zoon, Kees en Teun Zethoff. Te beginnen bij junior. Teun, jouw tweede wedstrijd achter elkaar in de basis. De eerste werd nog glansrijk gewonnen. Dat was nu niet het geval. Heb je daar een verklaring voor? Ja, lastige wedstrijd. Ik denk, we hadden hem niet kunnen winnen. Dus dan moet je hem ook maar niet verliezen. En dat hebben we gedaan. Die laatste kans vlak voor tijd telde ik eigenlijk al. Maar we slepen toch uiteindelijk die 0-0 eruit. Meer niet verdiend ook? Nee, ik denk niet dat we eigenlijk heel veel hebben gecreëerd, maar zij ook niet. En aan de bal moet eigenlijk wel beter bij ons, maar daar gaan we de komende weken aan werken. Hoe denkt senior daarover, Kees? Nee, het was een beetje een schaakspelletje. Voor de rest, kijk, ik denk dat allebei de ploegen verdedigend goed op het veld stonden. En dat je wij een kans in de eerste helft zijn, in de tweede helft en dat de uitslag terecht is. Maar laat ik het heel voorzichtig zeggen, ik heb invloed op datgene wat mijn ploeg op het veld mag doen. Weet je, en we waren te slordig in de eindpaas en daar waar we wel een paar keer loskwamen, maakten ze heel professioneel een overtreding. Weet je, dus dan pakten ze een gele kaart om te voorkomen dat wij konden counteren. Dan speel je 0 tegen 0, jammer. Ja. Valt er nog iets positiefs te zeggen wat jouw ploeg betreft? Kijk als voorbeeld Teun, maar niet alleen Teun, ook andere jongens zeg maar, die dan recent zeg maar, erop treden in het eerste elftal van Noordwijk maken. Dan krijg je dat na een fase dat het goed gaat of na een wedstrijd dat het goed gaat, begin je toch op een andere manier aan de wedstrijd. Kijk, en dat is wel een proces waar die jongens in zitten. Hè? En dan vind ik het, dan is een mindere eerste helft en een betere tweede helft onderdeel van hun spel. Maar ze pikken het wel goed op. Ik vind het wel mooi om te zien. Kijk, je moet ook langzaam wennen. Dat is niet zomaar het geval aan dit niveau. En ik vind de stappen die ze maken zijn goed. Kijk, er moet af en toe wel gewisseld worden omdat ze het op dat moment een beetje kwijt zijn. Maar ik vind het wel heel leuk om naar te kijken. Absoluut, dus positief. Ja. Hoe bevalt jou dat leerproces? Ik denk vorige week speelde ik wel een redelijke wedstrijd en winnen we ook. En vandaag, eerste helft wel minder. Ik denk dat mijn tweede helft wel redelijk herpakt. En voor mij is dit jaar gewoon, ik zou aansluiten bij de eerste groep. En gewoon alles wat ik mee kan maken, dat maak ik mee. En sowieso alle trainingen meemaken, dat is voor mij al, als jongen uit eigen jeugd, is dat gewoon leuk om aan te haken bij de hoofdmacht. En als Rob valt dan uit met een blessure en dan... is het voor mij wel leuk om in de basis te mogen starten, ja. Hoe is het om onder je vader te spelen? Ja, die vraag krijg ik wel regelmatig inderdaad. Ik snap waar je op doet, maar voor mij is het gewoon op het voetbalveld, is het gewoon mijn trainer. En thuis praten we natuurlijk veel over voetbal en gaat het bijna altijd over voetbal. En op het veld is het niet anders dan... of eigenlijk wel anders dan thuis, maar op de club en op het veld is het gewoon mijn trainer. Dat is prima. Hoe pak jij hem aan? Over het algemeen, ik vind het wel leuk omdat de combinatie van ergens hoofdtrainer zijn. Weet je, altijd, tegelijkertijd ging met het trainen van een van mijn kinderen. Ja, we zijn thuis gezegend met 6 kinderen, waaronder 4 jongens. Dus ik had altijd wel een teampie waar ik vol kon gaan staan naast, kijk, mijn zoon eigenlijk een groter probleem dan de omgeving. Want als ik dan iemand aanpakte, weet je wel, maar het was wel geleidelijk verdeeld over zeg maar, heel de groep. Maar kijk, mijn kind ontkwam zeg maar, niet aan de positieve kritiek zeg maar, van de trainer. En in dit geval is Teun een van de velen. Dat komt overeen. Ik weet dat er zat trainers zijn die hebben moeite gehad om op een bepaalde leeftijd dat ze dan de kind maar loslieten. Maar bij ons is de inhoud van het spelletje zo belangrijk dat het niet uitmaakt of het dan wel of geen kind is die dan zeg maar datgene moet uitvoeren wat zeg maar het hele team nodig heeft. Dus het maakt mij helemaal niks uit. En hij moet gewoon zijn best doen en anders krijgt hij dat de hele week te horen. En dat is wel het nadeel van het kind van de trainer. Ja. Gebeurt dat wel eens, ja? Ik krijg altijd wel, na elke wedstrijd natuurlijk praat je erover, ook toen ik in de jeugd speelde, van pa, wat kan ik beter doen? Je moet wel de vraag aan mij stellen, want dan begin ik er niet zelf over, hè? Nee, maar ik wil ook gewoon mezelf ontwikkelen en beter worden natuurlijk. Mijn doel was uiteindelijk altijd om in Noordwijk 1 te staan. En daar doe je veel voor, daar praat je veel over met je vader. En ik denk dat het eigenlijk alleen maar luxe is dat je een vader hebt die zo kan meepraten over het spelletje en ook zijn denkwijze op jou kan overdragen. Dus. Tot slot, hoe trots is moeders en de rest van de familie? Ja, volgens mij wel trots. Mijn neefje stond ook langs de kant. Die speelt ook bij VV Noordwijk. Mijn oom stond langs de kant. Mijn opa heeft
ook jaren in Noordwijk 1 gespeeld. En dan moest ik altijd horen, ja, ik stond op mijn 16 al in Noordwijk 1. 12 toch? Of op 12, het wordt altijd weer een jaartje jonger. Dus ja, die zijn zeker wel trots, ja. Ik wens jullie een fijn familieweekend. Ja. Dankjewel, komt goed. Ik wou zeggen, dat hadden we moeten winnen, ja.